Welkom bij Regio TV aan tafel. Het is helemaal voorbereid deze tekst, dus daar gaat hij. Beter een goede buur dan een verre vriend. En hoe houden we in de ruimte onze buren te vriend? Nou, we hebben eens keurig over nagedacht over deze aankondiging. Dat heeft alles te maken met de twee gasten die nu aan tafel zitten. En dat zijn Susila, en ik mag Soes zeggen, en Philip. Bijzonder hartelijk welkom. Dank u wel. Nou, we gaan het hebben over ruzie maken. Nou, de rijdende rechter is er niet aan te pas gekomen, heb ik zo gehoord. Maar er is van alles en nog wat gebeurd, want jij hebt een prachtig mooi muziekcafé. Dat heet Foods. En ja, daar was van alles en nog wat aan de hand. Ja, het is één keer in een week live muziek tussen 7 en 10. En ja, voor de rest, ja, je kan er heerlijk eten. En, dat begrijpen we allemaal, maar wat was er nou aan de hand? Want jij had een, je had bovenburen. En, nou, die heb ik nog steeds. Ik heb zeven maanden geleden nu pakweg twee nieuwe bovenburen gekregen, 25 jaar. En ja, die waarderen het muziek niet. Wat ik daar één keer in de week tot 10 uur heb. Ze zijn eigenlijk niet naar beneden, nooit voorgesteld. Niet naar beneden gekomen omdat ze er last van hadden. Ja. En linea recta richting gemeente gaan, klachten ingediend. Als resultaat dat ik dus 10.000 euro boete heb en een strafblad. Kijk, je hebt een strafblad ook nog. En een strafblad. Ik zit met een crimineel aan tafel. Dat zou je bijna denken, hè? Ja. Ja, ja, ja. Nou, ja. Dat is allemaal dan. Zo voel ik me niet, maar. Nee, zo ziet er ook niet uit. Dat weet je natuurlijk nooit, hè. Maar nog even terug naar die situatie. Ik neem aan dat de muziek die je dan draait, dat is in onze tijd dan in ieder geval geen Simon & Garfunkel of... ja, zeker wel. Echt Simon. Nee, wat? Van alles nog wat. Ja. Maar het is geen punk en hard rock en weet ik het. Maar ja, nogmaals, het is van 7 tot 10. Dus het is niet dat ik denk van ik doe maar wat en ik zie waar het schip strandt. Nee, 10 uur houdt het ook echt op. Ik heb de decibellen proberen ik in de gaten te houden. Het heeft boven mij 3 jaar leeggestaan. En op het moment dat het bewoond werd, heb ik dat helemaal niet in de gaten gehad. Dus ja, je gaat je gang. En je gaat je gang tussen aanhalingstekens. Je hebt gewoon muziek. Heb je last? En dat geloof ik ook wel, dat ze echt wel last hebben gehad. Ja. Kom dan naar beneden, praat even zoals je dat fatsoenlijk met elkaar... Doe een dansje. Doe een dansje, kom een drankje doen, ja. Iets. Maar goed, er zijn ook geluidsmetingen geweest. En ja, en ik ben daar ook absoluut te hard in geweest. Hoeveel decibel mag je maken? Tegenwoordig, dag 98 of zo? Nee, was het maar zo'n 98, feest dan? Nee, 71. 71 decibel. 71 decibel mag ik produceren en ik zat er boven. Ja, en hoeveel zat je er boven? Weet je dat? Of ja, zeker wel. Er zijn 2 metingen geweest binnen een week tijd. 15 één keer en een 7 dagen later 21. Ja. Of 22. En hoe kom je dan in zo'n traject terecht? Want ik heb dan zoiets van, je krijgt een waarschuwing en dan... Nee, die waarschuwing heb ik ooit gehad. En dat is vorig jaar geweest, 2 jaar geleden. Wat ik niet wist, is dat de waarschuwing dus blijft staan. Er was een buurman, want we hebben een hele mooie tuin. In de zomer speelden we in de tuin. En er was een buurman aan de andere kant. Die had er last van. Die, ja, hij heeft een klein kind of kleine kinderen. En dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Hij is dus ook naar de gemeente gegaan. Daar heb ik een waarschuwing voor gehad. Ik ben naar desbetreffende familie naartoe gelopen. En daar heb ik het mee uitgepraat. Problemen opgelost. Ze hebben nooit meer last gehad. En mijn weten, tenminste dat dacht ik, dat het zo werkt. Dus zo werkt het, is gewoon een, ja, wat dat betreft ben ik een leek in. Ik heb dat nooit meegemaakt. Dus ik denk, nou ja, dat is opgelost. Nou, niet dus. Dus bij de eerstvolgende klacht, een meting en dus de boete wat erop... Dus er is een dossier opgebouwd, zoals dat zo mooi heet. Nou ja, een dossier opgebouwd, als je dat in een week tijd kan doen, ja. Ja, ja, ja. Ja, het is totaal, even voor de alle duidelijkheid, het is een hele andere locatie waar het dan ook nu vandaan komt. Maar nu, hoe moet het nu verder? Want ja, ik neem aan, die houdt in ieder geval van muziek, neem ik aan. Hè? Ja, Den Haag is een muziekstad. Ja. En dat dragen wij ons hart. Kijk maar wat er allemaal van bekende muzikanten er vandaan komen. En weet je, we hebben het over muziek. Muziek verbroedert. Ja. Muziek, daar leven we allemaal voor. Muziek, daar, iedereen heeft toch wat met muziek, denk ik. Maar nu heb je dus... je bent veroordeeld ook, begrijp ik? Nee, dat moet allemaal nog voorkomen. Je moet het zo zien. Als je meer dan 50 kilometer per uur te hard... Nee, ja, meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt... Ja.
dan word je voorgeleid naar de officier van justitie. En dat is inum dito met decibellen. Ja. Dat als je meer dan 21 decibel maakt... Nee, meer dan boven die 71, dus meer dan 21 decibel te veel maakt. Ja. Wat ik gedaan heb, het was 22, dan word je ook voorgeleid. En daar hangt dan tegelijkertijd een strafblad aan vast. Ach jee. Ja. En hoe kunnen we dat dan oplossen? Is het zo dat de klagers misschien hun aanklacht in kunnen trekken? Nee, want dat kunnen ze wel doen. Ja. Maar dan helpt dat nog niet. Ja, dat helpt wel bij de rechter waarschijnlijk. Ja. Want dat is de volgende stap waar we mee bezig zijn. Maar weggaan doet het niet, want het is wettelijk vastgesteld natuurlijk. En ik had altijd het gevoel dat je tot 22:00 gewoon toch wel onbeperkt gewoon herrie moet maken. Maar dat is dus ook niet aan de orde. Ja, was het maar zo'n feest. Nee, ja. Het is als buren zijnde, als wij naast elkaar wonen. En hij maakt... Hij is kort begonnen met gitaarles, dus ik zou meteen joinen. Oké, ja, hij begint toch gelijk te lachen. Ja. Ja. Allemaal met de muziek. Het is muziek, dat weet je... Het is muziek verbroedert. Ja. Iedereen draagt het in zijn hart. Den Haag is een muziekstad en dat moet ook zo blijven. En dat is ook wel weer zo gebleken, want er zijn zoveel mensen die gereageerd hebben, echt uit heel Nederland, Groningen, Friesland. De media het is echt, ja, en iedereen heel positief. Niemand snapt er ook wat van. Nee. Van hoe is dit mogelijk? Ja, 25 jaar. Kom op. En waar zit je muziekcafé? In de Rijnkenstraat. Oh, okay. Rijnkenstraat nummer 8, een superstraatje met meerdere cafés en lunchroom. Het is echt groenteboer, twee hele goede slagers, kaasboer. Gewoon echt een waanzinnige straat. Kom dan kijken. Ja, maar ja, daar wonen nu binnenkort criminelen in die buurt. Maar we gaan het aanvechten. En de mensen die gaan, mijn bovenburen, die gaan weg. Dus dat is goed nieuws. Ja. Daar zijn we hartstikke blij mee. Daar komen drie jonge gasten voor terug, drie rugbiers. En zoals het hoort, die zijn dus beneden gelopen en die hebben zich voorgesteld. Ja. Nou, fantastisch toch? Zoals het hoort. En zijn rugbiers, dus als het... Die lusten wel een biertje. En als het te veel herrie is, dan gooien ze de beuk erin. Nou, heel eerlijk. Ik heb kennis gemaakt met ze en hun letterlijke woorden waren ook van... Nou, hou er rekening mee. Als wij er komen wonen, heb jij waarschijnlijk meer last van ons dan wij van jou. Ja. Als dat maar geen leugen is. Oké. Okay. Hmm. Maar de wetgeving en het handhaven, dat is moet in dit geval vooral voor jou toch wel een beetje een dramatische wending. Ik hoop dat het allemaal met een sisser afloopt. Ja, absoluut. Ja, dat je een hele kleine boete krijgt en in ieder geval geen strafblad. Nee, want, dat zou mooi zijn. Je ziet er niet als een misdadiger uit en dat moet je dan ook maar niet worden, vind ik. Toch? Ja. Dank je wel. Dank je wel, Soes. Jongen, ik ben helemaal van slag. Ik mag geen muziek meer maken, we mogen niet meer zingen, maar we mogen nog wel een hapje vlees eten. Dat doen we dan ook bij deze. En het juiste stukje vlees, dat komt bij Santos vandaan. Waar zit je favoriete stukje vlees? We horen het wekelijks van Carlos. Vandaag, de bavette. Die is te vinden bij het rund. Hier zo, in de buik zo'n beetje. Deze spier is een vergeten stukje vlees, hoewel de laatste tijd wel vaker te vinden is op de kaart. Heel lekker. Vlees met een bite, niet taai, maar wat stugger. Bijzonderheden zijn dat je hem snel dicht moet schroeien en het liefst medium rare serveren, want anders kan hij wel snel doorslaan. En het belangrijkste, ook als je hem op je bord gaat snijden, altijd tegen de draad in. Want dat is het lekkerste. De volgende week gaat Carlos aan de slag met de ribeye. Philip Stijn is onze volgende gast en die heeft het al verteld in het begin van het programma. Die is in Delft actief. En je bent niet zomaar actief, hè? Want we gaan er wat over vertellen. We gaan niet alleen in Delft, maar we gaan zelfs de ruimte in. Als het goed is, gaan we de ruimte in vandaag, ja. Ja. Daar zou ik jullie mee naartoe nemen. Ja. Ja. En wat gaat er in de ruimte gebeuren? En waar maak je je zorgen over? En waarom is dat ook gekoppeld aan een expositie? Nou, alles in een nutshell. Er zijn een hoop vragen bijeen, inderdaad. Maar er gebeurt momenteel een hoop in de ruimte. Het is een hot topic. En wij hebben de vraag gesteld, als we nou willen overleven als mensheid in de ruimte, hoe ziet het dan eruit? En het is eigenlijk een heel breed thema. We hebben gekeken naar het probleem van ruimtepuin. Het is namelijk zo dat satellieten die rondcirkelen rondom de aarde, dus in de ruimte,
als die in onbruik zijn geraakt, dan cirkelen ze nog steeds daar rond, maar vormen ze een bedreiging voor andere satellieten. Dus dat kunnen op elkaar storten. Dat kan leiden tot het uitvallen van onze telefoonnetwerken die we hebben of GPS-systemen. Nou, ik moest hier vandaag naar de studio komen met een GPS-systeem. Stel je voor dat dat niet meer werkt. Dan had je hier niet gezeten. Had ik hier niet gezeten of was ik in ieder geval te laat geweest. Dat is een verlies voor de mensheid. Natuurlijk. Nou, dat is zeker een verlies voor de mensheid. Dus dat is een aspect dat we benaderen. We kijken ook naar het, een soort erfgoedbril naar satellieten. Dus wat is het belang geweest van zo'n satelliet voor ons als mensheid? Omdat het bijvoorbeeld die communicatielijnen heeft gebracht. Hoe keek de wetenschap vroeger naar de satellieten? Dus door de eeuwen heen. We hebben bijvoorbeeld Christiaan Huygens uit 1699, als ik dat goed zeg. Dat klopt, 1699. Die keek al naar Mars. Is er leven mogelijk op Mars? Ja. We hebben een expositie over, hoe heet het? Food for Mars heet het. Dus voedsel op Mars. Stel, we gaan daarheen. Ja. Hoe gaan we daar dan overleven? Nou, we moeten natuurlijk onze eigen voedsel kunnen bouwen. Dus wij hebben een expositie met een stuk of een paar honderd plantjes. 2400 zaadjes erin. De ene helft is met een soort van marszand. Dat is Hawaïaanse potgrond. Ja. En de andere is gewone aarde. Om te kijken hoe dat zich ontkiemt. En dat hebben we gekoppeld met een lezing van een bioloog die daar wat over vertelt. Maar is het dan in feite zo dat we niet alleen in de regio, maar in heel Nederland op milieutechnisch gebied gewoon een puinhoop van maken met verpakkingen? Ja, die parallel met de aarde kun je zeker trekken, maar die is dus ook in de ruimte. Maar het ding is namelijk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn dat dat ook in de ruimte een probleem is. Misschien heeft u de film Gravity gezien. Ja. Nou, daarin wordt dat probleem mooi geïllustreerd. De astronauten die belaagd worden door ruimtepuin. En dat is misschien een beetje zwaar aangezet. Het is Hollywood. Maar dat is wel een reëel optie wat in de toekomst plaats kan vinden. En er zijn natuurlijk nog nu maar heel weinig mensen in de ruimte. Maar het wordt natuurlijk steeds meer. Hè? Als we naar de toekomst kijken. Nou, je ziet nu ook private partijen die lanceringen gaan doen. Zoals Jeff Bezos van Amazon. Ja. Elon Musk van Tesla die bezig is met ruimtevaart en de exploitatie daarvan. Dus het zijn niet meer alleen de grote organisaties zoals een ESA of een NASA die ermee bezig zijn, maar ook private partijen. Dus het wordt, wat ik zeg, een hot topic. Het wordt steeds. Nou, we hoorden zelfs dat Amerika ook weer, dominant in de ruimte aanwezig wil zijn. Dus dat betekent dan ook dat je, vind ik, als je rotzooi maakt, dat je het ook zelf netjes even opruimt, of niet? Ja, nou, we hebben ook een debat hierover georganiseerd met een jurist van de Universiteit Leiden. Die ging het juridische perspectief belichten. En er zijn allemaal verdragen opgesteld door de VN om dit probleem wel te kanaliseren. Maar tegelijkertijd is er nooit, het is allemaal nog vormend. Het is zeg maar iets waar ze zich vroeger wel bewust van waren, maar het was niet zo op de agenda. En nu is het echt een probleem aan het worden. Dus nu moet er wat gebeuren. Nou, die expositie, als mensen daar nu wat nieuwsgierig zijn geworden. Dan moeten ze langskomen bij de Universiteitsbibliotheek, bij de TU Delft Library. En daar hebben we drie exposities in staan. Waaronder één dus Food for Mars, dus het voedsel. Ja. De ander gaat over de satellieten. Dat zijn in onbruik geraakte satellieten op schaalmodel. En de andere expositie gaat over een soort historische bril. Hoe hebben wij altijd al als wetenschap naar de ruimte gekeken? En is die goed te bereiken? Kan iedereen daarin? Iedereen, het is eigenlijk 7 dagen per week geopend. Het is natuurlijk een UB, dus je hebt ook studenten die er studeren. Het is gewoon van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds geopend. Ja. Dus als je wil kun je ook in de avond om 11 uur langs gaan. En verwacht je veel mensen of dat niet? Het mooie is natuurlijk dat we al een bibliotheek zijn, dus je hebt dan een openbare rol en functie. Dus je trekt sowieso al heel veel mensen die gaan komen om te studeren. En tegelijkertijd, die kunnen natuurlijk ook weer dat nieuws verspreiden van wat er gaande is. En zeggen tegen mensen, nou kom eens even langs, kom even kijken. Dus zodoende kan zich dat als een mooie olievlek verspreiden. Dus maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat wordt eigenlijk wel een hot topic ook in de toekomst. Maar niet alleen voor wat er in Nederland gebeurt, maar ook wat je... Ook voor wat er buiten ons gebeurt, buiten onze aardkloot, om het even zo te noemen. Dus in de ruimte. Ik denk dat we helemaal op de hoogte zijn. Ik dank mijn tafelgenoten Philip en Soes. En het enige wat ik kan zeggen, dames en heren, dit was Regio TV aan tafel. Uiteraard zijn we de volgende keer weer.